Broskies, welkom terug bij de volgende aflevering van de FIFA 23 Manchester United Cremot. Vergeet niet om een duimpje omhoog achter te laten. Abonneer als je nieuw bent en belletje aan. I've been trying to fight the demons in my mind. I'll prevail with every battle if I'm right. Guess my aim was off the target's out of sight. Would I be better if I left it all behind? We can find a way, we can find a way. Find another place where we can just escape. We can find a way, we can find a way. Find another place where we can just escape. We can find a way. Broskies, voordat we gaan beginnen, hebben we als eerste de Naughty Gang, dus we gaan even kijken. Deze naam heb ik nog niet eerder gezien. Orwa Bunu, je moeder, Donkey Shots. We hebben Gaming YouTube. We hebben, even kijken, Jolan Lutten, bijna het fout. IC, Team PFC Groningen, STH. We hebben Hezekaya en we hebben Nieuws van Heewijk. Oké, het volgende wat we natuurlijk gaan doen zijn de persvragen. De eerste is van Gaming YouTube. Big up voor Bruno Fernandes, top 3. Op 1, Ruben Neves. 2, Jude Bellingham. 3, Florian Nijhuis. Jullie hebben de thumbnail gezien, dus jullie weten al, we gaan voor Jude Bellingham. Jason van Dam, staat bij jouw hands aan? Ik had het al gezegd in de vorige aflevering, man. Bruh. Jason, hou op. Luister, Michael speelde, de laatste. We hebben gehoord dat je Jurrien Timber zijn ontwikkeling volgt. Is dat waar? Nee. Lol. Dat is niet waar. Maar even serieus, ik ga me niet focussen op de Nederlandse spelers. Dit is een internationale club, dus ja, weet je, we kunnen ons niet gaan focussen op de Nederlandse spelers. Ik heb Gakpo gehaald en we hebben al Donny van der Beek. Ik weet, Ten Hag is de coach, maar ik wil me gewoon gaan focussen op de internationale spelers. Broski, sowieso hartstikke bedankt voor al jullie reacties. Dit is aflevering nummer 2. Oké, luister. Even rustig. We gaan een paar dingen veranderen. Jullie hebben, als jullie de eerste aflevering... Ik ga er wel vanuit dat jullie de eerste aflevering hebben bekeken, want anders... Doe normaal. Je kan niet naar aflevering 2 gaan zonder aflevering 1 te hebben geskipt. Nee, man. Ik ga ervan uit dat jullie hebben gekeken. Want anders moet je gewoon nu eerst aflevering 1 kijken, man. Dat kan je niet maken, man. Nee, maar even serieus. Luister, als jullie aflevering 1 hebben gezien, dan weten jullie... We zijn slecht begonnen aan de competitie. Dat is best wel jammer. We gaan even kijken heel snel naar wat wij hebben gedaan tot nu toe. Ja, weet je. Ik bedoel, van we hebben nog steeds niet gewonnen, hè. Nee, kijk. We hebben verloren van Arsenal. Gelijk gespeeld tegen Aston Villa en Leeds United. Dus ik ga straks laten zien wat ik heb gedaan. We moeten een paar dingen veranderen. Volgende. We hebben nog 4 dagen voordat de transfermarkt, sluit. Je wist al wat ik bedoelde. Hou. Dus we gaan kijken of we nog een speler kunnen halen. Ik zit te denken aan Jude Bellingham. Maar of wij voldoende geld hebben, we gaan het zo zien. Volgende wat we gaan doen, we gaan kijken naar het schema. Want, ja, weet toch, dit is de Premier League. Alleen maar mooie wedstrijden. Alleen, ik ga ze niet allemaal spelen. Leicester City gaan we simuleren. Sowieso. We pakken de eerste wedstrijd in... Oh ja, we spelen niet eens in de Champions League. Ja, oké. Het is wat het is. Real Sociedad gaan we spelen. Liverpool, weten jullie al. Is dit FA Cup? Als het geen FA Cup is, dan ga ik hem wel simuleren. Maar het zou goed kunnen dat het de FA Cup is. Als het niet zo is, dan spelen wij de... Deze ga ik ook simuleren. De wedstrijd tegen Bournemouth. En dan pakken wij de... Wie is dit? Is dit Apple? Bruh. Wat ik dus net zei, we zijn slecht begonnen aan het seizoen. En ik heb het gevoel dat wij de opstelling moeten veranderen. Dus dat is wat ik heb gedaan. We gaan even samen kijken. Dit is de nieuwe opstelling, de Gea Abdou. Dan hebben we Shaw, Martinez, Varane, Dalot. We spelen trouwens in een 4-4-2 formatie, maar dat zag je al. Hou op. Casimiro, Fernandes op het middenveld. Gakpo linksbuiten, Anthony rechtsbuiten. En Kunku als centrale aanvaller, Rashford in de spits. Dit is wat we gaan doen. Op de bank hebben we Eriksen, Neres, Weghorst... Wacht even omwisselen. McTominay, Van de Beek, Wan-Bissaka, Maguire. Dus luister, dit is wat ik wil gaan doen. Ik wil eigenlijk voor Jude Bellingham gaan. Voor als backup voor achter Casemiro. Casemiro is 30 jaar, dus binnen nu en 1 seizoen gaat waarschijnlijk zijn statistiek achteruit. Ik hoop het niet, maar we hebben wel backup nodig voor achter Casemiro. Jude Bellingham is de perfecte optie. Dus wat ik dus wil gaan doen, ik wil Eriksen gaan verkopen of... Gaan ruilen met Bellingham. En dan hopelijk hebben wij voldoende geld om hem dan te kopen. Voor de rest. Even kijken. Wie staat op het lijstje ook alweer dan? Ik heb Sancho op het lijstje gezet. Sorry voor de mensen die fans zijn van Sancho. Weet je, het is niet anders. Martial is volgens mij al
die deal is al rond volgens mij. Volgens mij wel. Plus, mensen zeiden, helemaal vergeten. Mensen zeiden dat wij een keeper nodig hebben. Voor achter De Gea. Maar die hebben we al. Alleen we hebben hem uitgeleend. Wacht. We gaan even terug. Want ik was nog niet klaar. We hebben de tactiek ook veranderd, hè? Jazeker. Druk naar fout tegenstander heb ik teruggezet. Want volgens mij speelden wij niet verkeerd met deze setting. Maar we hebben het hier gezet op gebalanceerd en balbezit. Dit is wat we hebben veranderd. Want we hadden het op aanvallende loopacties en volgens mij snelle opbouw. Juist, maar ik heb het dus nu gezet op gebalanceerd en balbezit. En ik heb minder spelers in de 16 gedaan, omdat ik denk dat wij verdedigen toch wel nog wat beter kunnen. Met name dan niet Martinez en Varane, maar met name dus de linksback en de rechtsback zijn kwetsbaar, weet je. Dus voor de rest heb ik niks veranderd. Nu gaan we even kijken. Wacht even, wat zou ik gaan doen dan? Oh ja, ik weet het weer. We gaan kijken naar hoeveel geld we nog over hebben. 66 mil. Jude Bellingham. Wacht even. Jude Bellingham kost tussen de 120 en 96. Ik wil het wel gewoon proberen eigenlijk, man. Weet je? Hij is wel een 85. Ja, oké. Okay, Bellingham wordt de perfecte backup. Sowieso. Maar de vraag is, hebben wij voldoende geld voor Bellingham? We moeten dus iemand gaan ruilen. Want anders gaat het nooit werken. We hebben niet zoveel geld. Dus ik zit te denken. Ik zat te denken aan wie? Eriksen. Wacht even. Jadon Sancho terug naar Borussia. Dat zijn vrienden van elkaar. Deze zou kunnen. Maar wacht even. Wie hebben we voor achter Gakpo? Niemand nog, hè? Nee, dat kan hij niet doen. We hebben wel backup nodig. Oké, okay, dat kan dus niet. Ja, oké. Okay, dan gaan we gaan voor wat ik dus al zei. Christian Eriksen. Ik denk niet dat wij voldoende geld hebben. Maar we gaan het zien. Ik ga dan wel voor het maximum, denk ik. Wacht even hoor. Zou dit voldoende zijn? 70 mil? Ik heb geen idee. We gaan het zien. Hij kost best wel veel. Bellingham. Het is klaar. Ik ga dit. Ik ga het niet accepteren. Maar ik bedoel van. Ja, ik wil gewoon 70 mil. Dat is wat ik wil. Wacht even. Ik kan zelf. Ik kan zelf wat anders doen. Ik ga naar beneden. Worden ze boos dan? Ik ga het gewoon proberen. Ik ga kijken wat ze zeggen. Word alsjeblieft niet boos, want dan heb ik het verpest. Dat is een beter aanbod. Beter? Delegeren. Even kijken. Tussen de 89 en 135. Wat een deal voor Jude Bellingham. Hou op. Als dit. Ja, oké, we zijn nog niet klaar natuurlijk. Maar we zijn wel onder. Cruciaal. Weet je wat het probleem is nu? Want hij is een bankspeler. Tegenwoordig. Belangrijk. Dit moet lukken toch? Kom op. Jude. Dat gaat niet werken. Dit is voor de toekomst. We gaan het wel accepteren. We gaan hem gewoon veel minuten moeten geven. En dan blijft hij wel stil. Want ja. Wat? 5 jaar? Sowieso. 5-jarig contract voor Jude Bellingham. Volgende. Wacht even. Ik wil even wat doen. Licht een beetje dichterbij. Is die dichtbij? Dit is goed. Sorry. Afkoopclausule negeren. Tenzij. Even kijken. 81k tekenbonus. Bijna een mil. Gespeelde wedstrijden per 20. 1,7. Ja, oké. Okay. Ik bedoel van. We hebben. Voor een koopje, man. Ja, Eriksen. Ik bedoel van. Zijn waarde was 30 of zo. Jude Bellingham tussen de 90 en 105. Zoiets toch? Ja, man. We gaan het accepteren. Wow. We hebben Bellingham binnen. Dit zijn mooie beelden. Sorry, ik ben aan het opnemen. Want ik wil misschien screenshots maken. Weet je? Sorry. Aan de andere kant. Misschien hoeft het niet eens. Nee, want ik kan het ook. Nee, man. Laat maar. Ik heb al een ander trucje daarvoor. Den Haag even snel in beeld. Jude Bellingham als backup. Voor achter Casemiro. Kijk, dit is wat ik bedoel. Maar ik hoef geen screenshots te maken. Want we nemen het op. Ja, dit is het begin van iets moois, man. Nummer 17, we zien het wel. Maar nu vraag ik me af, hè. Wat voor cijfer hebben wij gekregen? Samen even kijken. We doen het wel lekker, man. We gaan hem meteen op de bank zetten. En trouwens, dat ik zou het weer bijna vergeten. Kijk. Bellingham sowieso. Iemand zei trouwens van, Garnacho doet het in het echt goed. Dus geef hem, of kan je hem kans geven. Maar in het echt is wat anders dan
Want hij is een 66, hè. We willen de Prem winnen. Met zulke spelers gaat hem niet. Nee, man. Kan niet. Malasia, wat doe je daar? Oh ja, vergeten. Je hebt geen gezicht. Essential, voor wie? McTominay, ja. Weet je, Van de Beek, ik krijg gewoon de kans. Maar ik heb een linksback nodig. Linksback. Ja, Malasia. Nou, ga je wel de kans krijgen, hè. Maar ja, voor wie dan? Maguire? Maar die Wan-Bissaka? Dit is lastig. Ik wil even gaan kijken, want volgens mij die eerste paar wedstrijden was de stamina van Shaw niet goed. Ik ga even trouwens, ik ga hier kijken. Wat is zijn stamina? 74. Nou, 85. Varane, 65. Dat is wel echt dramatisch. Even kijken, Dalot, 83. Is goed. Varane is het probleem trouwens. Wacht even. Stamina is goed. Stamina is perfect. Kan nog net, denk ik. Anthony. Ja, oké. Okay. Stamina kan beter. Rashford ook niet echt goed. Dus ja, dan moeten we echt gaan kijken. We moeten wel de juiste bankspelers hebben. Ja, ik heb al dus Malasia, Maguire voor dus Shaw en Varane. En dan Rashford natuurlijk, Weghorst, Gakpo hebben we, Sancho. En ik denk dat we... Ja, oké, okay, kijk. Neres kan ook spelen op het middenveld. Als Cam alleen, volgens mij. Ja, als Cam. Bellingham. Kan hij alleen spelen als centrale middenvelder? Ik denk het niet, man. Hij kan ook verdedigen. Nee, man. Donny van der Beek. Ja, oké. Okay. Luister, we gaan naar de eerste wedstrijd. Want anders ga ik te veel praten. De eerste wedstrijd. We gaan ook simuleren. Oké, okay, nog 1 uurtje te gaan. En dan sluit de transfermarkt. Ik wil even snel gaan kijken. De topdeals. Harry Kane vertrokken naar Paris Saint-Germain. Kimpembe vertrokken van Paris Saint-Germain naar Atletico de Madrid. En als laatste Merino naar City. Wauw, Kane is gewoon weg bij Spurs. Dat moet ons wel helpen, toch? Transfermarkt is gesloten. We gaan ons concentreren op de eerste wedstrijd. Ondertussen, de potentie van Low is gestegen. Tussen de 81 en 94. Oké, okay, de eerste wedstrijd gaat beginnen. We gaan het opnemen tegen Leicester. De wedstrijd ga ik wel simuleren, omdat ik denk dat Leicester City geen titelkandidaat is, weet je. Oké, okay, de wedstrijd is officieel begonnen. We zijn op bezoek. We zijn op bezoek. We moeten trouwens wel een paar rugnummers gaan veranderen nu met deze nieuwe formatie, maar... Hopelijk gaat deze formatie werken. Wat gaan we doen? Nummer 10 is... Rashford kan er net niet bij. Weet je, we moeten... We hebben nog niet... Het zou kunnen dat we deze wedstrijd winnen. Maar het zou kunnen dat we... Ik zeg het en het gebeurt. Waarom ben ik de koning van de jinx? Kunnen we de bal in de ploeg houden? Alsjeblieft. Kunnen we iets doen? Juist. Juist. Ja, 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 ja. Bruno Fernandes. 1-0. Lekker, man. Even kijken. Fardy, Tielemans speelt daar met... Ze hebben geen verkeerde ploeg, man. Faes is ook een Belg, toch? Net als Castagne. En dat zijn 3 Belgen daar, man. Wacht even. Nee, nee, nee. Gelukkig. Counteren. Dit is een mooie formatie, denk ik, hoor. Dit is de klassieke Manchester United-formatie. Met deze... 2-0. En Konku! De aankoop! Met deze formatie, 4-4-2, hebben ze heel veel prijzen gewonnen. Geloof me. Andy Cole, Dwight Jorup, voorin, Beckham... Bro, Stam, Van der Zaar, hou maar op, man. 4-4-2 was van... Oeh, wat een redding van de Gea. 4-4-2 is van Manchester United. Voorzetje. Nummer 10 is Rashford. Rashford, bijna. Oké, okay, we gaan even kijken. Nee, dat is niet wat ik wil doen. Malasia komt erin. Gakpo gaat eraf voor Jadon Sancho. Rashford, Weghorst. Bellingham, sorry, je moet wachten, want ik wil erbij zijn, man. Snap je? Donny? Zullen we Donny een minuut geven? Ja, man. Hij gaat sowieso een minuut krijgen bij mij, man. Sowieso. Shaw. Score. Ik heb het gewoon gemist. Rashford, my guys. De man in het echt is in bloedje vorm. Gelukkig scoort hier. Luister. Onze eerste overwinning is een feit, hè? Dus alleen als we simuleren. Dus alleen als we simuleren. Oh. Alleen als we simuleren! Madison. Met het doelpunt voor Leicester. Dus als we simuleren kunnen we winnen. Oké. Okay. Mooi gedaan, Anthony. Anthony, op de flank. Op de flank. Oh, wie was... En... Wat? Een doelpunt van... En Koenke met 2 doelpunten trouwens. Sowieso de man van de wedstrijd. Een 7.6... 2 doelpunten. Dat is bizar slecht. Dat bedoel van het spel. Maar we hebben wel de wedstrijd gewonnen, jongens. We hebben wel de wedstrijd gewonnen. Gaan we nu eindelijk spelen? Volgens mij wel, hè? Volgens mij gaan we het opnemen tegen Liverpool. Ah, hou op. Volgens mij wel. Nou, oké, okay, nee. De eerste wedstrijd in de Europa League gaat beginnen. En Nkunku, je hebt het goed gedaan. Wat is dit? Bro. Wat? Wat zei je? Sorry, ik had zomaar anders... Oh, nieuw contract. Ik zei zomaar iets. De Gea wil een nieuw contract. Verlenging delegeren. Even kijken.
Zijn we het mee eens? Bam. Ben je blij? Ik denk het wel. En zoals ik al zei, kijk, we hebben dus al een keeper, kijk. Voor achter De Gea. Henderson. Alleen we hebben hem uitgeleend. Oké, we gaan naar de wedstrijd. Real Sociedad, Spaanse ploegen zijn. Precies, OP. Dus, maar goed, ik denk met deze... Hebben we belangrijke mailtjes dan? Wat? Engeland, Kroatië? Nee. Wie? Wat? De Gea? Sorry dat het zo lang duurde, man. Mijn schuld, De Gea. Oké, de eerste wedstrijd in de Europa League is tegen Real Sociedad. Spaanse ploegen zijn OP. Maar ik denk met deze formatie moet het lukken. Waar is de formatie dan? Maakt niet eens uit. We gaan beginnen. Kom op. Oh ja. Kleona of the blue vehicle, registration BG04D0M. De eerste wedstrijd in de Euro. Ik heb volgens mij niet eens gekeken in welke pool we zitten. Had ik wel moeten doen, hè? Oké, die andere was Apu. Nog iets toch, ja. Maar oké, dan is Real Sociedad denk ik de sterkste tegenstander. Dit zijn de 11 van United. Maar dat hebben jullie net al gezien. De Gea, Shaw, Martinez, Varane, Dalot, Fernandes, Casemiro, Gakpo, Anthony, Rashford en Kunku. Ik ben benieuwd naar de opstelling van Real Sociedad, want we gaan het lastig krijgen. David Silva, precies. 4-4-2 ook. Ai, ai, ai. Maar ja, wij spelen dus nu ook met de 4-4-2. Sorloth, Lenormand, Subimendi. Ze hebben wel een paar goede spelers. We gaan beginnen. De eerste wedstrijd in de Europa League. Man, ze beginnen met balbezit. Rashford. En dan is het snelheid van Nkunku. Je moest hem ook... Wow, die passes gaan helemaal fout. Aan de kant. Oh nee! Oh, jammer. Nkunku. Lekker begin van de wedstrijd, man. Ik bedoel voor Nkunku. Want hij moet voor dat bedrag, weet je. Valt het wel een klein beetje tegen. We gaan aan het einde van de aflevering even kijken naar de stats van de spelers tot nu toe. Wat ze hebben gedaan. Oké. Oeh, irritant dat hij dan alsnog de bal heeft. En ze hebben nog steeds de bal valt altijd terug. Nee, kom op. Buitenspel toch? Zie je hoe irritant? Die bal valt elke keer, we blokken de bal en hij valt elke keer terug. Ja, oké. Spaanse ploegen zijn op één. Fernandes laat zich te makkelijk daar van de bal zetten. Je moet de bal pakken, of niet? Bruno. Oh, wat een kansje. Oké. Rustig. Nieuwe formatie. We moeten even wennen weer. Bruno! Oh, wat een redding van de keeper. Had een doelpunt moeten zijn. Zo! Oh my. We gaan het zien. Ik ben de spel dat niet. Dit is bizar. Ze kunnen elke keer gewoon door tot het schot. Hey! Doelpunt! Ah, dit maakt een win. Dit meen je niet. We hebben precies hetzelfde. Die kansen die wij missen. Aan de andere kant, hun hebben ook een paar goede kansen gehad. Dus we gaan niet klagen. 0-0, we hebben nog een helft te gaan. Ik wil even kijken, wat is gebeurd dan tot nu toe? 5 keer geschoten voor beide ploegen. Ze hadden 60% balbezit. Wij hebben min... Dat zie je niet vaak, hè? Wie? Nee, man. Oh, hoe? Ik ben eventjes rustig aan het nadenken, want we scoren niet. Het is al wel de tweede helft en eigenlijk hadden we nu wel moeten scoren. Bizar, dat wat er net gebeurde. Zeg niet dat hun het gaan doen, toch? Waarom gaan... Hey! Gele kaart voor Martinez. Oh, moeilijke wedstrijd tegen Real Sociedad.
Rashford, waarom ga je er wel af, man? Dat is... Weghorst komt erin. Shaw gaan we eraf halen voor Malasia. En we gaan het debuut zien, denk ik, van Bellingham. We gaan het doen. Casemiro gaat eraf. Hoezo? Rashford, man. Dat kan je echt niet menen, hè? Gakpo. Die keeper is gewoon niet te verslaan, man. Gakpo. Mooie kans voor Gakpo, man. Deze keeper gaat het. Entry. Oké, wat gaan we doen? Bruno, waarom is je schot zo hard? Hey! Kom op. Ik wil de baas pakken. Nee, nee, nee. Oh, irritant. Ze komen elke keer door de verdediging heen, man. Jongen, 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 jongen. Alleen maar tijdverlies voor ons. Malasia. Sta klaar voor de counter. Verana, ga me niet vertellen. De druk is even aanwezig. Zo! Hoezo die pas zo slecht dan? Hij gaat met volle snelheid gaat hij het proberen. En hij gaat elke aanval. Ik heb geen enkele aanval gestopt van de rest als je dat. Kom op, bro. Laat maar, we gaan. Ja, bro, dit is bizar. Dit is. Kan echt niet wat er gebeurt nu. Wat ik ook doe, hè. Laatste kans. Ik ben nerveus. Gap! Nu gaan we kijken. Dit is bizar. We gaan kijken. 16. Oh my god! 16 keer geschoten. En ja, meer dan dit kan ik niet doen. Het enigste positieve is, we hebben de 0 ook gehouden, weet je. Dus ja, maar aan de andere kant, we hebben niet gescoord. Maar 16 keer geschoten op doel en niet 1. Dat is gewoon bizar. Bizar. Lol. De volgende wedstrijd. De volgende wedstrijd is tegen Liverpool. Liverpool staat op plek nummer 4. Wij staan op plek 13. Ze hebben het dubbel aantal punten. Even heel snel kijken. Liverpool. Even kijken. Nunez, 4 doelpunten. Diaz, 3 doelpunten. Even kijken op dit lijstje. Zala, 2 assists. Diaz, 2 assists. Ondertussen, even kijken hoor. Manchester United. Niemand hier. En we hebben hier wel Fernandes met 2 en Rashford met 2. Liverpool is de volgende tegenstander. Ik heb geen idee. There's arguably no greater rivalry in English football. They're certainly the two most successful teams with passionate fan bases. Stay tuned and we'll bring you all the action live from Old Trafford as Manchester United face Liverpool. Ik zei het toch, Spaanse ploegen zijn OP. 16 kansen. 16 keer geschoten. We kijken vanaf Virgil van Dijk. Was het vergeten. Aanvoerder, daar hebben we Alisson. Liverpool in het echt doet het natuurlijk heel slecht, maar dit is niet in het echt. Weet je? Kijk naar de spelers die ze hebben. Ja, ze zijn, ja, okay, ze zijn wel Mané kwijt. En Mané was natuurlijk wel echt. Weet je? Dit zijn de 11 van Manchester United, jongens. De Gea, Dalot, Varane, Martinez, Shaw. Anthony, Casemiro, Fernandes, Gakpo. En voorin, en Nkunku en Rashford. Dit zijn de 11 van Liverpool. Even kijken, dit wordt lastig. Alisson op doel. Eén probleem daar. Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson. Twee problemen op het...
in de verdediging. Arthur, Fabinho, die andere ben ik vergeten. Zala, Núñez, Díaz. Maar hier gaan we het weer zien trouwens. Thiago. Mooie actie. Hij is er langs. Met heel veel moeite. Hij is... Kunku. Dat is geen sport. Dat mag niet. Kom op, kom op! Vanaf de vorige wedstrijd, alles. Schot nummer 17, weet je? We tellen gewoon door. Hier, hier! Anthony, je was links. Sorry. Casimiro heeft niet de lane. Ai. Hey! Bruh! Wat bij, jongen. Ik heb niks te zeggen, man. Dalot. Kom op, kom op! Staan we voor of niet? Geen beter speeltocht. Doelpuntje! We hadden gewoon 1-0 achter moeten staan. Die kans van Liverpool. Ik ga niet klagen. We hebben gewoon een keertje gescoord. Schot nummer 8. Jongen. Casimiro. En Kunku terug op Casimiro. 1-0 voor Manchester United tegen Liverpool. Eerste doelpunt van het seizoen voor Casimiro. We moeten rustig blijven, hè. Zo. Cody. Mijn naam is Cody Gakpo. Cody! Bruh. Cody Gakpo. Dat schot was echt zwak, man. Je laat me wel echt een beetje... Buitenspel hopelijk wel, toch? Geen buitenspel. Weer een grote kans van Liverpool. Einde van de eerste helft. We gaan een slijding moeten maken, anders gaat het niet lukken. Nee, we leven nog. Ah, ik zag het, hè. Bal kwijt, want dan gaan ze scoren. Waarom verliezen jullie elk duelletje dan? Oké, tweede helft is begonnen. 1-0 voor tegen Liverpool. We staan wel voor, hè. Zware wedstrijd, maar we staan wel voor. Weet je? Bal. Ga gewoon van die bal af. Gele kaart, Gakpo. Daar kunnen we mee leven. Daar kunnen wij mee leven. Van te ver. Van te ver, toch? Ja, toch? Moet wel. Alsnog kunnen ze schieten. Maar ja, ze komen... Wow. Het is wel echt erg, hoor, dit. Van de bal. Ik wil niks horen, man. We gaan niet verliezen. Gele kaart voor Shaw. Het is niet anders. Wie is dit? Fernandes. Nee. Nu. Gakpo moet eraf. Shaw. Sancho. Malasia. Varane. Dat zijn dus. Zie je? En Kunku. Davido Neres. Gaan we dat doen? Davido Neres. Anthony mag dan blijven staan. Bellingham. Ik wil eigenlijk... Kan dat dan nog? Even kijken. Kan Bellingham ook? Ik denk het niet. Hopelijk wel. Hij kan. Het kan. Dat zijn de wissels. Let's go. Dat zijn de wissels. 5 wissels aan de kant van Manchester. Ik wou zeggen 5 dubbele, maar een dubbele is... Ja. Dit zijn de wissels. Ten Hag geeft de aanwijzingen aan Jadon Sancho. Daar hebben we Jude Bellingham. De nieuwe aankoop. En nu gaan we even kijken. Rashford. Damn, van lekker. Maakt niet uit. Tweede gele kaart voor Martinez. Betekent rood, toch of niet? Was dat de vorige wedstrijd? Vorige wedstrijd, sorry. Ja, we zijn eruit gekomen. Nog een kansje plaatsen. Hey, nee.
onze eerste overwinning. Tenminste, onze tweede overwinning. Mijn eerste overwinning tegen Liverpool. Tegen Liverpool. Wat een overwinning. Maar dit betekent dus wel, 4-4-2 is onze formatie. We hebben gewonnen van Liverpool. Liverpool 7 keer geschoten, wij 6 keer, maar wij hadden 61% balbezit. Luister dan, soms schreeuw ik. Ik weet het. Ik, weet je, in dat moment kan ik mezelf gewoon niet beheersen. Even kijken, de volgende wedstrijd, Carabao Cup. Die kunnen we gewoon simuleren, man. Bournemouth ook trouwens. Maar gaan we dan een paar wisselspelers, ja, gaan we wel doen. Rashford, je krijgt rust. Gakpo krijgt rust. Anthony krijgt rust. Dalot, Wan-Bissaka, Shaw, Malacia, Varane, Maguire, Martinez, Lindelof, Casimiro. Waar ben je? Bellingham. Ja, dat weet je, dat doen we meteen alles. Donny en Nkunku, moet je blijven staan dan? Dat vind ik wel. Laten we Nkunku staan? Jawel, we laten hem staan. We gaan beginnen. De wedstrijd tegen Hull City. Laat me niet in de steek. We spelen met bijna alleen maar wisselspelers. Hebben wij de bal? Maar ik dacht dat... Want dus wij zijn rood. Bruh. Hoe gaan we dit volhouden dan? We spelen met Wan-Bissaka, Maguire, Lindelof, Malacia, Bellingham. Weet je? Neres. Daar is het doelpunt. Carabao Cup, jongens. We hebben het op... Ja, oké. Misschien nu. Misschien! De keeper doet het onmogelijke. We hebben de bal. Hij gaat er netjes langs. Geef de bal. Juist hem! Woutje Weghorst. En Nkunku gaat eraf. Voor Donny van der Beek. Ik denk dat we het zo moeten doen. Ja man, dat is beter. Donny verliest de bal. Daar is Donny. Dat is een mooie pas. Nog één keer. Bruno Fernandes. De wedstrijd is klaar. Het is niet te geloven. 3-2. En nu is het weer spannend. En er zijn nog 18 minuten te gaan. Donny. Ja. Ja. Woutje Weghorst. En volgens mij de assist op naam van Donny van der Beek. Ik weet niet. Hij heeft een 6.6. Scheids, kan je fluiten, scheids? Scheids. We gaan de wedstrijd winnen. Van Hull City, jongens. 4-2 overwinning. We gaan meteen door. Want de volgende wedstrijd is tegen Bournemouth. En deze is in de Prem. Super belangrijk, want we zijn slecht begonnen. Kom op, Manchester. Kap naar binnen. Juist. Schiet dan gewoon. Schiet. Gaat niemand schieten. Dankjewel. En Nkunku scoort weer. Dankjewel, bro. Gewoon schieten. Rashford. Anthony. Gakpo. Gewoon schieten. Sorry, man. Aan het einde van de eerste helft. Lekker. We zijn begonnen, maar moeten wij wisselen dan? Weet je, want Donny van der Beek heeft een minnetje. Ik wil dat wel, weet je. Gaan we dat doen dan voor Fernandes? En dan doen we dit. Stond dat goed, hè? Oké. Okay. Sancho komt erin voor Gakpo, want ze hebben een minnetje. Ze hebben het ritme nodig, dus daarom. Bruno Fernandes! Sorry, ik heb het gemist, want ik was bezig met wat anders. Sorry, jammer. Rashford. Gaat iemand nog schieten? Donny. Ah, jammer. Overname weer van Manchester. We zijn wel nu een stuk beter aan het voetballen. Anthony. Daar is Anthony. Juist. Doelpuntje. En het, volgens mij is het Donny van de B met de assist. Volgens mij wel. Scheidslijn maar af. Het is klaar. 3-0 overwinning, jongens. 3-0 overwinning op Bournemouth. Laatste kans van de wedstrijd is voor Bournemouth. Hopelijk niet. 3-0. Anthony, Fernandes en Nkunku. Malacia is een klein beetje teleurgesteld. Sorry. Je krijgt meer minuten. Maar op dit moment, weet je, Shaw doet het goed. Plus je hebt geen echt gezicht, weet je. Dat is gewoon... minder. Oké, we hebben de eerste wedstrijd gelijk gespeeld tegen Real Sociedad. We moeten... Ja, ik kan het niet elke keer zeggen, maar het is wel zo. Sowieso deze, want we hebben al gelijk gespeeld, weet je. Kijk, tegen Real Sociedad is niet zo erg. Dat is de sterkste tegenstander in de groep. Maar, Apu. Ik had het wel goed trouwens, Apu. We gaan de sterkste elf, denk ik. Ja. Want, nee, weet je. Nee. Oké, we hebben de eerste wedstrijd gewonnen tegen Liverpool, tenminste zelf gespeeld, hè. Dus ja, weet je, dan heb ik wel weer zelfvertrouwen in de aankomende wedstrijden. Dit is trouwens de stand op plek 2. Dit zijn de 11 van Apu. Ik zag daar een bekende naam, Crespo. Crespo is een bekende Argentijnse naam, ik weet niet of hij familie is van, maar... Crespo is een hele
bekende naam. En dit zijn de 11 die we moeten gaan doen voor Manchester. De Gea, Shaw, Martinez, Varane, Dalot, Fernandes, Casemiro, Anthony, Gakpo, Rashford en Nkunku. Ik ben nog steeds niet onder de indruk van Rashford. En Nkunku, gesimuleerde wedstrijden, doet hij het wel. Maar ja, we gaan straks trouwens kijken naar de feiten tot nu toe, de stats van de spelers. Waarom valt de bal valt? Houdt hem binnen, hij houdt hem binnen. Dit is het begin van de wedstrijd. Dit is Apu. Dit is Apu, bro. En Nkunku. Apu is beter begonnen aan de wedstrijd. We hebben het over AHA Apu. Hier is Gakpo weer. Rustig blijven. Dat is de volgende grote kans. Niemand die de duelletjes aangaat zoals ik het graag wil zien. Slijding of niet. Dit is Apu. Oké. Okay. Bal kwijt, want de druk van Apu is alsof het van Barca is. Die bal valt. Hey, kom. Luister dan. We hebben het serieus. Rashford. Eindelijk, jongens. Nee, Gakpo. Gakpo scoort. Maar ik was rustig, want je zag het. Want ik weet... Dit is pas het begin. De ellende komt eraan, bro. Van de bal gezet. Maar ze hebben de bal. Laat het niet waar zijn. Hij kan gewoon schieten. Ik kan niks verdedigen deze aflevering. Ik weet niet hoe we hebben gewonnen van Liverpool. Hij kan schieten tussendoor. Nu ben ik echt klaar. Rashford, scheids, 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 scheids. Scheidsvlak! Ik ben echt, hé, hey, dit is niet normaal, man. Ze hebben 8 keer geschoten. Wij maar 4. Tweede helft. Vanaf de aftrap. Hou op. Vanaf de aftrap. Jullie denken dat ik een grapje maak. Oké. Okay. Schattig. Bro, wat een act. Anthony, dit kan je veel vaker doen. Fake shot, bam, en dan meteen is dit. Dit kan je veel vaker doen met jouw snelheid. En daarom wil ik Jadon Sancho verkopen. Hij is totaal niet zo snel als Anthony. En je ziet het verschil. Ten Hag tevreden, wij tevreden. Dalot! Rashford! Oh, je meent het niet, man. Er staat wel 2-0 trouwens. Waar gaat die bal in? Schieten! We gaan wisselen. David Onares. Ja, ik bedoel van, jij kan spelen op de plek van Nkunku. Nkunku heb ik ook niet gezien. Luister dan. 2-0 voor. De wedstrijd is sowieso klaar. Maar, er gaat te veel fout. Zoals dit. Ah, alles gaat... Het is netjes. Dude, bam. Dit is niet grappig, man. Davido. Davido, recht op de keeper, geen probleem. Aan de kant, David. Ah, kom op! Davido! Hey, kom! Oh my god! Netjes gedaan. Juist, Bellingham, ga mee. Ik heb een idee. Ik heb een idee. Doe het. Dat was het ideetje. Doelpuntje! Jude Bellingham met zijn eerste doelpunt volgens mij voor Manchester United. Volgens mij wel. Wat een mooie aanval. Was er 1-2 vanaf het middenveld. En ik liet Jude Bellingham meegaan, want dan hebben ze een extra aanval. Kijk, daar gaat hij.
Hij blijft gaan. Dat is de opdracht, de instructie. En dan 1-op-1. Hij had kunnen passen op Davido Neres. Maar ja, Jude Bellingham is natuurlijk in staat om zelf ook te scoren, weet je. Dus ja. En de wedstrijd is bijna officieel voorbij. Laatste aanval. Jude Bellingham! We moeten deze wedstrijden gewoon winnen, weet je. We hebben gelukkig gewonnen. Dus dat betekent, nu hebben wij 4 punten uit 2 wedstrijden. Dat is netjes. Dat is goed. Nu moeten we gaan kijken naar de stand in en de Europa League en de Prem. Wat is de stand in de Prem? We gaan er meteen achter komen, hè. Nog niet, wacht even hier. Op plek, we zijn terug, man. We zijn terug. Wat is dat verschil met de nummer 1 dan? Niet te veel, toch? 7 punten met Spurs. Spurs is Kane kwijtgeraakt. Was Kane, toch? Ja. Jawel toch? Ja. Naar Paris Saint-Germain. Ja, Spurs gaat dat niet volhouden. Maar, wacht even, want ik had al gezegd, ik wil gaan kijken naar de feiten van de spelers. Even kijken. Fernandes 4 doelpunten, 3 assists. Netjes. En Kunku 3 doelpunten, 2 assists. Maar zoals ik al zei, dat zijn, die doelpunten zijn van gesimuleerde wedstrijden, weet je. Ik heb maar volgens mij 1 keer met hem gescoord. Anthony 2 doelpunten, 2 assists. Valt mee, maar ik verwacht ietsjes meer. Rashford 2 doelpunten, 4 assists. Hij is een spits. Hij heeft minder doelpunten dan de aanvallende middenvelder. Dat is niet goed, weet je. Ik bedoel van, maar oké. Gakpo 2 doelpunten, geen assist. Dat is niet goed. Bellingham 2 doelpunten. Hij is pas bij de club, netjes. Weghorst, even kijken. 2 doelpunten, 3 assists. Maar hij is geleend, hè. 6 wedstrijden. Ik vind dat netjes trouwens. Hij heeft evenveel doelpunten als Rashford. En 1 assist minder. En hij heeft 2 wedstrijden minder gespeeld dan Rashford. Kom op, man. Even kijken. Ja, voor de rest. Ja, ik bedoel, van Casemiro 1 doelpunt. Neres. Oh, Neres 1 doelpunt, 1 assist. Davido. Even kijken. Voor de rest niemand meer, hè? Nee. Wacht hoor. Assist. Rashford 4. Fernandes 3. Weghorst 3. En Kunku 2. Anthony 2. Van de Beek. Ik zei het toch trouwens. Die 2 wedstrijden. Van de Beek gaat meer minuten krijgen. Hij verdient het. Dalot 1 assist, Neres 1 assist, Sancho 1 assist. Sancho, netjes. Even kijken. Zie ik iemand hier tussen waarvan ik denk, die moet wel een assist hebben, toch? Ja, Bellingham, maar die is er pas. Gakpo, dat Gakpo valt tegen. Casemiro 1 doelpunt, maar hij is wel de verdedigende middenvelder, dat snap ik wel. Maar ik hoop gewoon dat hij wel weet, toch? Gaan het zo laten. Maar ik bedoel van, vast doelpunten. We hebben dus eigenlijk geen spits. Ja, en Kunku, maar ik heb nog niemand in Kunku gescoord. Broski, hartstikke bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Vergeet niet om een duimpje omhoog achter te laten. Abonneer als je nieuw bent en belletje aan. En Mautski.